Nou, Groningen is dat niet zo gek. Want Groningen, laat ik eerlijk zijn, jullie zijn ook te gek. Groningen, jullie zijn het allerleukst. Groningen, jullie zijn het aller te gekst. Groningen, jullie zijn het coolst. En dat zeg ik niet overal, hè. Ik zeg niet overal Groningen. Oh. Maar jullie zijn geweldig. Alles in jullie deugd. Als ik had mogen kiezen, had ik hier liefst mijn jeugd. Maar dat doe ik nou even niet de zaken, want beter laat dan nooit. Moet ik dat dus zeggen, Groningen. Dikke fuck, het dooit. Ai! Allemaal? Ai! Ach, een Groningse vrouw is waar iedere man naar verlangt. Eentje op aanrecht hoogte die voor je rent en die niet jankt. Oh. Ach, ik moet maar blijven dromen. En wie weet van mij ook ooit. Ik heb nu even andere zorgen van verdomme Groningen, het dooit. En de Groningen is allemaal zo aardig. Nee, u was eerst, gaat u voor. Ach, buurman stoort het heel erg als ik 5 minuten boor. Maar het hele zwarte vieveren is in 1 keer weggegooid. De koppen staan weer strak van verdomme Groningen, het dooit. En ligt neer nu, ligt neer nu. U bent een fantastisch publiek. Zelfs Ina is gekomen en Ina was gisteren nog ziek. Van de laatste geld een kaartje en nu totaal berooid en diffuus eruit getrokken. Sorry, Ina, dat het dooit. Ach, Piet Paulusma, doe mij een lol en steek die weerkaart lekker in je hol. Lange zwarte jassen, ik wil een zaal die niest. Ik wil grote blauwe neuzen, omdat het buiten vriest. Kijk Piet Paulusma, die moet ik hebben. Oetmon, 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 oetmon. Met je hooikoorts weer en je barbecue weer en je wel of niet bejaarden buiten zetten weer. Houd toch eens allemaal. Oh, ik zie me eens op de weerkaart plaatselijke vorst. Ja, dat is hier. Lijpe lage druk, loser. Nou ja, ik zie. Ik heb ook geen last van hem. Ik zie hem ook nog. Ik zie alleen nog ochtend tv omdat ik een zoontje heb. Ik zet mijn zoon om 7:30 voor de tv. Ga ik zelf om 3 uur naar bed. Ja, veel te vroeg. Dikke pipi. En ik zie een paar ouders hardop denken van, oh goddank, hij doet het ook. En wij maar denken dat wij slechte ouders waren. Wel, nee man. Kind voor de buis. Rust in het huis. Oh. Speen in de mond, vrede aan de front. En hij kijkt altijd naar Diego. Ken je Diego? Zijn tekenfilmpoppetje? Maar dat is Diego, Diego. Ik vind het een klootzakje, ik mag hem niet. Als ik hem voor de bumper krijg, dan rijd ik door, dat weet ik zeker. Maar ja, hij is een gek, dus om 10 uur ga ik ook bij hem zitten, gaan we samen kijken. En vanaf dat moment wordt het ook een kleine verrader. Want dan komt mijn vrouw beneden en zegt van, nou ja, zit hij nou nog steeds naar Diego te kijken? En dan zegt hij van, nou mama, papa wou het zien hoor. Ik wou liefst naar een museum of fruit eten of tekenen met verantwoorde stiften. Kleine NSB'er. Maar prima. Maar dames, het hele televisiekijken is bij de familie Visser een beetje veranderd. Ik zal het rustig vertellen, want ik hoor in de pauze, het is nog zo droog. Ja, prima. Ik zal het rustig vertellen, ik ga ook heel langzaam lopen, maar dan kan ik ook wel. Nee, toch niet. Dames en heren. Dames en heren, het hele televisiekijken is bij de familie Visser veranderd. Wat is er gebeurd? We hebben namelijk een nieuwe televisie. Enorme televisie, enorm flatscreen, allemaal gleuven opzij. Er kan van alles in. Pasjes, gevulde koeken, bananen, alles gaat erin. Handje van mijn zoon, doet hij ook niet meer. Prima. Soms heb ik wel beeld, soms geen beeld. Soms doet de afstandsbediening wel, soms de afstand. Kortom, het is een kudding. Prima. Had je dan geen goede tv? Ik had een hele goede televisie, wel met zo'n toeter erachter. Maar goed, alles deed het. Afstandsbediening, schermbeeld, niks aan de hand. Oh, prima. En dan hoor ik u denken, waarom komt u dan een nieuwe televisie, meneer Visser? Nou, dames en heren, er is ook nog een mevrouw Visser. En het slaat bij de 5 in 1 keer de hersens, maar mijn vrouw wou opeens geen kabels meer door de kamer. Mevrouw Poetin wou geen kabels meer. Ja, wat een gezeik. We hebben 100 jaar kabels door de kamer gehad. Van de antenne, van de dvd, van de video. Maar mevrouw Kim Jong-il wil opeens geen kabels in de kamer. En je ziet ze niet. Moet je die woonkamer van ons zien? Dat is 1 berg half opgevreten pannenkoeken, chocoladepasta in de vitrage en snot op een Meccano en letten. Het is net het centrum van Kabul. Maar mevrouw Assad wil geen kabels door de kamer. Typisch vrouwending. Och, over typisch vrouwending. Oh. Let op. Typisch vrouwending, let op. Ah! Oh nee, moet je eerst vertellen. Het gaat zo snel. Let op, typisch vrouwending. Ik zal het rustig vertellen. We hebben al 9 jaar enorme koelkasten in de keuken staan. Ik herhaal. We hebben al 9 jaar enorme koelkast in de keuken staan. Vorige week woensdag staat mevrouw naast me en die zegt tegen mij, die koelkast draait verkeerd naar buiten open. Hoezo? Ja, dan loop je er zo lastig langs. Wie loopt langs? Wij zijn er nog. Wie loopt langs? De avondvierdaagse. De pelgrimstocht naar Compostela. Wat moet ik dan doen? Moet ik er een verkeersregelaar bij zetten? Jongens, eenmaal die koelkast, gevaarlijk. Vrouwen ook altijd de meubels veranderen. Ik kwam vorige week woensdag thuis. Ik neem een snoek ook op de bank. Bank weg!
Met mijn bek in laminaat. Splinters tot in de huig. Allemaal op mevrouw Honecker, geen kabels. Ja, ik ga het ook allemaal vertellen. Mevrouw Honecker heeft de zin gekregen. Op advies van mevrouw Honecker hebben we nu namelijk die gitenne. Prima, als er de pizzakoerier voorbij komt, heb ik Wintersport op tv. Scootertje voorbij komt, heb ik een sneeuwbui. Ik betaal die pizzakoeriers, moet ik even goed uit, 43 euro per persoon omdraaien. Abonnementsgeld aansluiten. Ik zit voor 1160 euro per week, zit ik journaal te kijken. Allemaal omdat mevrouw Mubarak geen kabels. Ik zal eerlijk tegen u zijn, dames en heren. Ik zal gewoon eerlijk zijn, we hebben niet zozeer de verkeerde tv gekocht. Als wel, dames en heren, wij zijn bij de verkeerde winkel geweest. Ik werd 's ochtends wakker, ik dacht nog bij mezelf, ik ben toch niet gek? Prima. Ja, de mediamarkt, dames en heren. God, ga niet naar de mediamarkt. Het is hartstikke goedkoop, maar als een stuk is, dan ben je het ook jaren kwijt. Ga naar de specialist, Maar goed, ik ben ook een schijnheilig huftetje. Maar ik ga natuurlijk ook wel eens naar de mediamarkt. Ik stel ook wel eens tussen al die andere mannen aan die schermen te kijken. Zo, oh, mijn kind. Maar ja, ik voel me niet thuis. Nou, laat ik zo zeggen, moet je op zaterdagochtend heel vroeg gaan. En ik wil niet mijn eigen stad afzeggen, maar 's morgens heel vroeg bij de mediamarkt. Het zijn wel een beetje van die gasten, van die types, van die sufkutterigen, van die... Het zijn dezelfde mensen die ook altijd een stukje met de trein meelopen als de trein op een perron aankomt. Alsof er maar één deur is. Hallo? Er is een machinist op station Zutphen aankomen rijden. Die is niet gestopt, is langs de doorgereden. Die mensen zijn meegelopen naar Deventer. Mensen die heel braaf achter de sneeuwschuiven blijven. Hebben ze gehoord op het journaal? Code alarm, weer alarm, code... Even een stukje terug. Code oranje, weer alarm. Blijft u achter de sneeuwschuiven? Ik ken een familie, die hebben verdomme 15 dagen achter de sneeuwschuiven gegaan. Echt waar. Die chauffeur van de sneeuwschuif was thuisgekomen, had het ding voor de deur neergezet. Hè? Was op vakantie gegaan, mensen hebben 15 dagen te wachten. Ik had nog een akkefietje in die mediamarkt. Oh, hou mij er een over op. Was je nou? Ik ga het ook niet vertellen. Je bent al begonnen. Oké. Okay. Was je nou? Dit is gênant. Oh, Bert, ga door. Je kan het. Nou. Ik was met mijn zoontje van 7, Mink, was in de mediamarkt. Oh, dit is echt gênant. En ik kon niet kiezen tussen al die schermen. Plasma, LED, LCD. Oh, gênant. En die verkoper die ziet mij twijfelen. Oh, en ik sta met mijn zoontje. En die verkoper komt naar me toe. Die zegt tegen mij... Meneer Visser, gewoon doen. Plasma. En mijn zoon zegt hier. En die pissen over die hele... Die zei ik zo met de mokkel van Lingo. En bij ons tv... Wij hebben een afstandsbediening, dames en heren. Dat is net het mengpaneel van de Rolling Stones. Meestal ga ik s'avonds met mijn vrouw op de bank zitten. Dan komt mijn zoon eraan met een vorkheftruc. Die legt het hele paneel op onze knieën. Dan doe ik Nederland 1 tot en met El Jazeera 15. En mijn vrouw doet ZDF tot en met Japanse cartoons. En je mag de zenders niet veranderen, want dan raakt het kaartje in de war. Ik vind namelijk persoonlijk dat de pornozenders veel te dicht bij de kinderzenders zitten. Yo, ik werd vorige week dinsdag wakker. Ik zeg tegen mevrouw, hoor ik nou een Teletubby klaarkomen? En 3 minuten later hoor ik, papa, Tieten! Ik zeg tegen mevrouw, ik ga wel even. En zit mijn zoon voor de buizen en ik zie nog net op beeldscherm... zie ik een vrouw in een bokkentuig gaan komen met zo'n wintervoto. Ik zeg heel snel naar de kamer. Wegwezen, naar boven. Nee, die tv hoeft niet uit. Weer gaan naar boven. Nog één dingetje, dan gaan we verder. Onze tv heeft ook een soort harde schijf. De verkoopster zei het als volgt. Meneer Visser, zo makkelijk, er staat een code in de grens. En als u de code intoetst, dan neemt hij vanzelf op. Hij neemt helemaal niks op. Ik heb alle pincodes, alles erin gaan flikken. Goddank heb ik nog zo'n oude VHS-camera. Dan kan ik opnemen wat de tv is. We hebben Dolby surround, overal hebben we box, hebben ze box ingebouwd. Vorige week hadden wij een film met een helikopter. Er zit een familie zo in de kamer. Hoe daar bent u? Opeens een spannende schietfilm. Hoor je bang, bang, bang. Opeens hoor je achter, hoor je ook schieten. Je draait je om, dan mis je wie geraakt heeft. Wat een kudding.
En alles is verkeerd aangesloten. Nou, alles is verkeerd aangesloten, echt waar. Als ik thuis bijvoorbeeld, moet ik even goed kijken hoor. Als ik thuis bijvoorbeeld, dit is een klein exemplaar, ik kon die grote niet meenemen. Is klein. Als ik thuis FL9 druk, dan vliegen de DVD's als samurai sterren door de kamer. En dan komt de Jocher uit de Senseo. En als ik B14 indruk, dan komt het geluid van de televisie uit de broodrooster. Ik lag vorige week dinsdag met mijn oren op een broodrooster. De buurman die kan binnen en zegt, kou hoor, ik zit even het journaal te luisteren. En onze buurman die heeft ook wie? W-I-I, dat spel, wie? W-I-I. Die staat midden in de kamer tegenover zijn televisie als de dirigent van de Jostie bent. Tatu, tatu, tatu. Ja. Goed, ik hou nou met, we gaan verder met, ik hou op met zeiken. Nou, ik heb wel eens gehoord dat als cabaretier de 50 bent gepasseerd, dat je een beetje een zeiker wordt, wil ik niet bij horen. Dus ik ga positief eindigen door te zeggen dat je Mediamarkt ook wel eens een cadeautje geeft. Je krijgt bij de Mediamarkt wel eens, als je iets koopt, iets moois erbij. Ik kreeg bijvoorbeeld een mooie strijkbout bij die televisie. Gratis. Strikkiezer. Ja. Daar zit trouwens ook een partij knoppen op, zeg. Je hebt een universitaire opleiding nodig om een katoenen slip te strijken. Nog één ding. Ik moest een printer hebben. Een printer. Ik naar de printergigant. Lelijke naam, prachtige winkel. Ik helemaal blij. Hier stond ik net ook. Nou. Ja. Het is toch niet nodig, zo'n rondje? Nou, zie je. En ik pak die printer helemaal blij. Weet je wel, pas mooi bij mijn laptop, pas mooi bij mijn computer. Dus ik naar de kassa helemaal blij dat ik als man alleen had gedaan. Ha, 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 ha. Nou, komt er toch nog weer. Als rat uit holen komen ze zo'n verkopertje achteraan. Je kent die verkopertjes wel de hele dag buiten staan te roken met van die McDonald's-pukkels en van die gebedsje. En ik kijk me op de schouder en zeg van, u zocht een printer? Ik zeg, nee, ik zet hem even een andere plek. Hij zegt, wat moet hij precies kunnen? Nou, stofzuigen en de tuin opspitten, dat zou mooi zijn. En ook, ik moet nou toch over bemoeizucht hebben. Moest ik eens zo'n heggeding hebben, zo'n heggenschakeling. Ik had er een gehad, weet je wel, met een snoer. Daar ben ik doorheen gegaan, daar bestaat mijn haar zo. En hele mooie groene, ook zo'n verkoop. Mag vragen, zijn zo niet erop, maar ik werk hier. Nou, vooruit dan. Hou kort. Hij zegt, u heeft gekozen? Ik zeg, ja, en ik ben blij. Mag ik u toch iets vragen voor u gaat snoeien? Ik zie wel. Wat is de dakdikte? Ik zeg, sorry, wat is de dakdikte? Wie heeft hij nou over zijn eigen wijf? Dan moet je dus terug naar je tuintje met een centimeterband. En dan sta je midden in de tuin als het demente hovenier de takdikte van je conifeer op te meten. Jongens, als de GGD langskomt, dan krijg je TBS. Godsamme. Eén ding nog. Telefoon. Vroeger had je huis één telefoon. De hele jeugd denkt nu van, wat? Hoe bel je nou van boven naar beneden? Hoe hebben we het kunnen overleven? Die telefoon ging en één iemand zei, wie neemt hem even? Of één iemand pakte de telefoon, dat was het allemaal duidelijk. Weet je, niks aan de hand. En nu heb je door het hele huis 6 handhelds, 6 basisstations, iedereen loopt op elkaar. Niemand weet. En met die oude telefoon kon je ook zo mooi boos worden. Kon je zeggen, klootzak, hoef je nooit meer te zien, de vriendschap is over. Zo neem je hem op. Ik gooi heel hard de hoorn op de haak. Bang! Klak! Aan de andere kant. Echt een klak. Of als je de verkering uit wilde maken. Snol! Gaan we lekker met die andere, zo neem je hem op. Ik gooi heel hard de hoorn op de haak. Bang! Klak! Aan de andere kant. Wat moet je nou zeggen? Het is uit de zon, ik ben wel heel verdrietig, donder op maar op, ga maar naar die andere. Ik zet heel hard een handheld in het basisstation.